Ik denk dat als hij zoiets ziet, want het is niet iets alledaags wat er gaat gebeuren, dat hij echt wel beseft van wow, ze doen zoveel moeite om mij alsnog te kunnen zien. En ik denk dat hem dat heel veel rust gaat geven. In tweetallen ging de familie met de brandweer omhoog om hun opa voor de laatste keer in de ogen te kijken. Helaas, door de corona mogen we niet meer lijfelijk aanwezig zijn. Dus dit was eigenlijk een beetje de enige manier dat hij zijn kleinkinderen, wat echt zijn grootste, zijn waardevolste schat is, nog even te zien. Toen Chanté de brandweer belde met haar verhaal, zeiden ze meteen ja. En dit betekent ontzettend veel voor de familie. Ik heb zelf geen woorden om uit te drukken hoe dankbaar ik ben dat dit kan. En dat dit, überhaupt dat dit mag. Want wat ik al zei, we zijn heel close en mijn opa is echt ons alles. En ook al zat er tijdens het afscheid glas tussen de familieleden, Chanté is ervan overtuigd dat het voor haar opa heel waardevol is geweest. Je wilt iemand toch het liefst nog een laatste keer een kus geven, een aai geven en dat soort dingen. Maar goed, het is beter dan niets. En ik heb dan liever dit in plaats van beeldbellen, want hier ziet hij nog echt dat je fysiek er bent.